Welkom bij de Mol. De Mol is een organisatie die dicht bij de leefwereld van jongeren staat. Samen met jongerenwerkers en ruim 40 vrijwilligers richten wij ons op de Gorinchemse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 25 jaar, ongeacht hun achtergrond. We helpen jongeren om zich te ontwikkelen en zijn ook gericht op de verbetering van de leefwereld van jongeren. Dat doen we door middel van de inloop, straatwerk, meidenwerk, maar ook met onze studio social media en coaching. Doordat wij een vertrouwensband hebben met jongeren en op de straten van Gorinchem aanwezig zijn, kunnen we hen op een gemakkelijke manier aanspreken en kunnen ze bij ons terecht wanneer zij vragen hebben. Wanneer jongeren overlast geven, leggen we contact met hen en met buurtbewoners om tot een goede oplossing te komen. Ook werken we samen met andere organisaties zoals Gorinchem Beweegt, woningcorporatie Port 6 en de politie. Wat we doen tijdens de Meidenmol? Echte meidendingen. En voor jongens is het dan ook verboden terrein. Gezelligheid en een positieve sfeer staan centraal. We leren de meiden sociale vaardigheden aan en de talenten die ze hebben te ontwikkelen. Daarnaast leren we de meiden grenzen stellen, geven we ze voorlichting en de talenten die ze hebben leren ze in te zetten in de maatschappij. Hier in het jongerencentrum houden we inloopmiddagen waar we jongeren op een hele relaxte manier ontmoeten. We nemen de tijd om naar hun verhaal te luisteren en we geven ze de kans om te groeien. In deze studio leren jongeren onder begeleiding het werken aan mediacompetenties zoals het maken van muziek en bewerken van foto's en video's. Verder geven we preventielessen en voorlichtingen aan jongeren en aan hun ouders, zodat ze bewust worden van de impact van social media. En dat doen we zodat ze daarmee op een bewuste en goede, gezonde manier mee omgaan. Doordat we tijd investeren met jongeren, bouwen we een vertrouwensband op. Jongeren komen daar dan makkelijk naar ons toe en vertellen hun verhaal. Wij staan voor ze klaar. En zelfs wanneer de jongere zelf denkt, het wordt echt helemaal niets meer met mij, blijven wij in hen geloven.